Dan gaan we zeker vloggen. Maar misschien nog af en toe even switchen naar Marcel. Echt? Want die zit in de Oké, je hebt hem nu gemaakt. Dus bij deze mag je hem nooit meer maken tot het eind van het jaar. Ah, please. Je hebt nu, dat is je one strike. One strike. Dat heb je van tevoren moeten zeggen. Nee, oké. Dan trek ik hem terug. We hadden afgesproken dat we niet meer zouden vloggen als we in de kroeg zaten. Ja, en het komt niet omdat ik dronken ben, maar ik hou van jullie allemaal. Ik vind jullie zo lief. We hebben vanavond gestreamd. We hebben niet gegamed, alleen maar gepraat met jullie. Het was echt superleuk. Maar met live scripties van Daniel. Maar goed. Oh, we hebben een valse bingo. Fucking echt. Ze moeten tepels likken, zo werkt dat. Want mensen vragen zich af, wat dat maandag bingo, waar heb je het nou over? Oh, ze heeft wel een bingo. Dit is maandag bingo, jongens. Hey. Heeft nu een van de chick al een lijn. Ze heeft wel een bingo. Ja, enorme bingo in de broek. Oké, dit doen we dus. We vloggen nooit meer als we doen. Nee, maar dit is echt slecht voor ons. Maar we zijn niet goed. Nee. Dus, to be slecht voor ons imago. Ja. Alright, so anyway. Daniel heeft bijna bingo. I know, we moeten twee nummers. I'll give you a ja, maar hier na twee lijnen. Ja, komt goed. Ik hou van jullie, echt. Ik hou van jullie. Niet omdat ik dronken ben, maar ik hou van jullie allemaal. Nu Marcel tegenwoordig een baan heeft en een serieuze baan en werk en zo. En ik ben helemaal een zelfbewuste jonge man. Hij komt later deze week. Ik zie hem heel vaak in deze vlog. Dat komt zo. Maar daar hebben we dus het nieuwe jaar. Dus nieuwe. Doe op dinsdag. Sorry, dat wilde ik stellen. Ik doe op dinsdagavond opnemen. Dus daarom ben ik nu hier helemaal in het donker. En ik sta in een nieuwe e-sport studio. Die wel een beetje vorm begint te krijgen. Vinden jullie niet? Alleen we vinden het. Ja, hier ging net het shirt te veel eraf tijdens de opnames. Hilarisch zegt e-sports nieuws. Maar eromheen willen we nog wat. Aan de muur. Dus als jullie nog goede tips hebben, goede ideeën. Dit is zo de studio zo. Zo. Dus als jullie nog goede tips hebben of ideeën, laat het vooral even weten. Want daar kunnen wij verder mee. Welkom richting Frankfurt. Peter zit zo lief bij. Dit is een lekker dekentje. Ja, ik ben echt fucking moe. Ja. 3 uurtjes geslapen of zo. Op geen HQ ook. Hey, Peter. Same. Hier is hetzelfde. Trouwens, ik was niet op geen HQ, maar ik heb ook weinig geslapen. Dus we zijn allebei moe en koffie helpt niet. Want de trein ging om 6:55. En dan is de trein naar Frankfurt. En de trein daarna gaat echt pas om 22:00. En het is om de fucking Nintendo Switch te kijken. Oké, dat is wel zet. We spelen straks. Hoor. Ik ben wel benieuwd. Gaan we daar zo ook van vloggen? Dan gaan we zeker vloggen. Maar misschien nog af en toe even switchen naar Marcel. Echt? Want die zit in de Oké, je hebt hem nu gemaakt. Dus bij deze mag je hem nooit meer maken please. Tot het eind van het jaar. Ah, please. Je hebt nu, dat is je one strike. Dat heb je van tevoren moeten zeggen. Nee, Dan trek ik hem terug. Dat is ook makkelijk de grap maken. Dan switch ik even terug. Nee, want Marcel zit namelijk nu in Leipzig voor een e-sports toernooi. DreamHack toch gewoon? DreamHack, ja. Maar DreamHack voor B-teams. Hij was heel teleurgesteld met de line-up. Hij zag, hoe heet het nou? Fnatic staan, ze was helemaal blij, maar het was gewoon Fnatic Academy. Oh, PSV jeugd. Kom maar door, Foxy. Maar goed, genoeg over Marcel. We gaan naar Frankfurt voor de Switch en we gaan het gewoon hands-on checken. Ja man, skill. Even slapen. Leem. Ik weet niet of jullie mij kunnen horen, maar ik sta bij DreamHack Leipzig bij de Zowie stand. Mijn eerste werkdag, mijn eerste evenement eigenlijk voor Zowie. En het noodlot heeft hier toegeslagen, want er is een sneeuwstorm buiten aan de gang. En het is heel erg rustig. Dus hopelijk wordt het later op de dag wel iets drukker. Maar ben er bang voor. We gaan het zien. Aan lampen doen ze niet echt bij DreamHack Leipzig, dus het is een beetje donker. Maar jongens, de eerste wedstrijd gaat zo beginnen. Hier is het main podium. En er zit echt bijna niemand. Het is heel erg rustig. Ik weet zeker, als de Rebels hadden gespeeld, was er meer publiek op afgekomen. Laten we hopen dat de volgende 2 dagen ietsje voller is, want dit is echt heel erg.
Jongens, welkom in Frankfurt, welkom in Duitsland. We hebben een treinreis gehad van een aantal uur. Toen een wachtrij van nog een uur. En toen heb ik een powernap gedaan, het was op mijn haar heel verkeerd, dus sorry. Maar goed, we zijn hier jongens, we gaan hier de Nintendo Switch voor het eerst ervaren. We gaan jullie even kort rondleiden. Tom loopt net binnen, ik was al wat langer binnen. Ja. Nee, ik leid jou even rond, Tom. Oké, ik ga mee. Ja, kom, laten we dit doen. Ga je met me mee? Ik ga met je mee. Hier hebben we de boxring voor arms. Dan kunnen wij straks tegen elkaar arms gaan spelen, dat is een boxspel. Dat is super vet. Hier staat de setup, hier achter mij. Wacht even, ik draai even. Voor Splatoon 2. Ah, dat is hier. Hier wordt sexy op Splatoon 2 gespeeld. Ja. Nou, daar zijn alle third party titels. Hier hebben we Mario Kart Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe. Die we zowel kunnen gaan spelen op een grote scherm als via zeg maar, de kleine setup die hier zo ziet staan. En hier spelen mensen met z'n allen de game. Ontzettend vet. En Tom, mijn favoriete gedeelte is hier. Loop je mee? Ik loop mee. Hier is koffie. Maar hier, let op, check dit. Hier wordt gewoon de Legend of Zelda Breath of the Wild. Hij komt in maart al, begin maart. Wat vet, hè? Donker, dus sfeervol. Heel sfeervol. Dit is dus de eerste keer dat we 3D Rumble voelen. Tom, je moet echt even komen. Kom eens, deze kant. Er zit dus hier een balletje in. En als ik zo doe... Ah, dit is echt bizar. Cool. Ja, dat kunnen we niet zo goed overbrengen, maar dit is echt heel bijzonder. Het is alsof je er doorheen rolt. Ja, het is gewoon als je zo doet, dan gaat het balletje ook echt, dan voel je hem zo. Ik denk dat dit de beste haptic feedback is die ik ooit heb gevoeld. Ja, zeker. En dit komt van de guy die de Steam controller onder de knop heeft gehad. Dus, ja. Het kan dit. Super. Nou, we gaan spelen. En door. Ja, dit zijn namelijk dubbele opnames. Dit is een beetje opnameception, maar niet uit. Nou, we zijn nu Mario Kart aan het spelen en dat is een mooie gelegenheid om even het apparaat iets beter te bekijken. Je hebt al heel veel previews voorbij zien komen, maar dit is het dus. Het is best wel een groot scherm. Op dit moment wordt gestemd over welke circuit we gaan spelen, welke ski we gaan rijden. Het is best wel een mooie formaat. Het beeld is ook scherm, de kleuren zijn mooi. Ja, op een dikke HD-tv is het natuurlijk iets mooier, maar voor onderweg echt een goede tablet. En met die knopjes aan de zijkanten, het speelt echt als Mario Kart. Ik ben daar best wel blij om. Hey Tom, dit is de eerste keer dat je het scherm onderhanden hebt. Mooi schermpje. Ik ben benieuwd of het, hoe het ook zit met de touch controls ofzo. Zit er touch op überhaupt? Serieus iets wat ik niet weet. Nee, ja, ik dus ook niet. Nee. Maar je zou denken... Dat is een ontdekkingsreis die we vandaag wel gaan... Ja, meemaken. Finalize. Maar jij zei, wauw, dit zou ook heel makkelijk kunnen om een VR van te maken. Als in een Google Cardboard. Ja. Ik denk niet dat dat een ding is. Als het een goed ding wordt, een beetje zwaar. Ja, dan is het dus echt gewoon een kilo aan je hoofd. Nee, geen kilo, maar het is wel het is zwaarder dan gemiddeld dan een gemiddeld tablet. Tom is Mario Kart aan het spelen, hè? Dat heb je ziet. En ik doe het keigoed. Achtste van de acht, heel goed. Hey, ik maak moves. Zevende nu, hè? Oh, laat maar. En het zijn de 12. Oh, oké. Tom, het spel is nog niet begonnen. Huh? Het spel is nog niet begonnen. Nee, maar ik ben je controller aan het filmen. Ja jongens, check, de Pro Controller, hij is nieuw. En dit is hem. Het is eigenlijk gewoon basically een Xbox controller. Het is... Ja. Eigenlijk wel. Met indrukbare... Het is wederom clicky. Het is clicky. Een clicky ding. Het is helemaal vastgelopen, zijn Splatoon 2 zijn we op aan het wachten. Maar het is, die man naast ons, die zei heel vriendelijk, wil je voor het filmen het grote scherm? Maar nou is hij vastgelopen, meneer. Subtiel. Dit heb je goed geregeld. Nee. Ja, allemaal. Maar goed, maar niet uit. We wachten gewoon geduldig af. Het was de vierde keer dat ik dezelfde demo van The Legend of Zelda Breath of the Wild gespeeld. Ja, echt. En dat is deels omdat ik hem elke kans die ik krijg speel. Ook deels omdat ze nog geen nieuwe demo hebben getoond, wat ik jammer vind. Maar goed, we gaan straks, het eindproduct komt er bijna, 3 maart. Wat is voor het eerst dat ik dit speel? Het is best wel een klein verschilletje tussen de Switch-versie en de Wii U-versie is dat je geen tweede scherm hebt om bepaalde opties mee te selecteren. Dat heb je op de Wii U wel. Dan zou je zeggen, de Switch heeft toch ook een scherm, dat is waar. Maar zodra je de Switch uit de console haalt, gaat gelijk de hele game naar je scherm op de Switch. En dat betekent dus dat je niet die opties hebt die je op de Wii U hebt. Dat zit dus allemaal achter menu'tjes. Maar goed, dat hebben we gedaan tijdens de GameCube-versie, tijdens de Nintendo 64-versies, et cetera. Dus daar kunnen we wel aan wennen. Dit is de controller waar ik mee speel. De Switch opzetstuk controller.
En hier, je ziet gewoon de pad zit hier gewoon in. Hoe heet die nou, die Joy... Joy-Con. Oh ja, die Joy-Cons. Die Joy-Cons zitten dus gewoon ingeklikt en dan heb je gewoon een controller zo. Hoe vet is dat? Dus Zelda, we gaan hem weer spelen. Ik vind de beelden iets kleurrijker op de Switch. En verder is het dezelfde game.